Net zijn we getuige geweest als bestuurders van een presentatie van een rapport. Dat is opgesteld door twee wetenschappers, de heren Bosma en Herweijer. Zij hebben gekeken naar de procedure die gevoerd is rondom de herindeling in Gooi en Vechtstreek. En ze komen tot de conclusie dat er van alles op aan te merken is. En als ik nou toch een keer een snier mag geven, af en toe mag dat wel, vind ik, dan denk ik dat dat stuk van de Raad van State door een commissie derde klas is geschreven. Ik vind dat de staatssecretaris een onafhankelijker, een objectiever, een neutraler advies had moeten krijgen. Er zijn eigenlijk drie dingen. Men heeft gezegd, er is niet goed gekeken naar alternatieven. Alternatieven voor wat er dan nu wordt voorgesteld. En een goed alternatief zou zijn een fusie van Muiden en Weesp aan de ene kant en Naarden en Bussum aan de andere kant. Nou, het is een mooi evenwicht, hè? Dus een gemeente van 30.000, nou, Naarden of Bussum al dan niet bij elkaar. En dan Hilversum heel groot en dan aan de andere kant ook weer wat kleinere gemeentes. En dan heb je in de regio wat evenwicht. Dit is het niet onderzochte alternatief. Tweede is dat men heeft gezegd, het draagvlak is er niet, of is in ieder geval heel broos. Dat als je het herweegt naar inwoners, is 44% van de bevolking, hè, vertegenwoordigd door de raadsleden voor, en 56% van de bevolking, vertegenwoordigd in de raad, is tegen. Er zijn wel twee keer burgerbevragingen gedaan. Eén keer in Bussum, met een opkomst van 50%, en daar heeft 97% zich van de bevolking en het derde punt is ook belangrijk, dat men heeft gezegd, ja, die bestuurskracht van die nieuwe gemeente, Naardenmeer heet die, dus die vier bij elkaar, daar is echt van alles te vrezen. Men denkt dat er grote risico's liggen en dat je er echt niet van moet uitgaan dat dat een succes zal gaan worden zomaar. Gaat Naardenmeer gelijk fantastisch van start? Nou, er zijn risico's, hè? Hoe groter de schaalsprong, hoe meer fusiepartners, hoe later de voorbereiding en hoe meer onderlinge spanning. De rol van de Tweede Kamer is uiteindelijk om de beslissing te nemen. Wij gaan dus wel een oordeel vellen en beslissen dus of dit wel of niet door zal gaan. Ik praat met de burgemeester en de wethouders uit de betroffen gemeente. Ik praat met heel veel partijgenoten. Dat het voor mij ook lastig is dat mijn partijgenoten, afhankelijk van de plaats waar ze zich bevinden, er verschillend over denken. Dus dat maakt ook dat de lobbyactiviteiten in de richting van de Tweede Kamerfractie een diffuus beeld opleveren. Met gedwongen fusies hebben wij in zijn algemeenheid grote moeite. Wij vinden dat gemeentelijke herindelingen van onderop moeten komen en dat dus de betrokken gemeenten het zelf moeten willen. Ik heb ook geen definitief standpunt ingenomen, omdat we in een traject zijn waarin we door het organiseren van inspraakmogelijkheden ook echt de kans willen geven inspraak te hebben. En niet met een vooringenomen standpunt te komen. We gaan in ieder geval aan onze eigen inwoners laten weten dat de race nog niet gelopen is. Want men denkt wel in Bussum dat het eigenlijk al gebeurd is, maar dat is niet zo. Dat hebben we nu vanmiddag ook weer gehoord. De Kamerleden zijn er echt nog niet uit. Dus wij zullen dat duidelijk maken in Bussum zelf. En we zullen met allerlei acties proberen ook de Kamerleden duidelijk te maken dat dit zo niet zou moeten.